Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardentandenfee. Vandaag gaan we iets doen wat ik echt super vet vind en waar ik echt al weken naar uitkijk. Ik ga Cookie vandaag omtoveren tot eenhoorn. Wil je weten hoe je je eigen paard ook kunt transformeren tot eenhoorn? Blijf dan kijken. Ik heb vandaag Cookie en ik heb vandaag Mark. Dat is een oude vriend van school van vroeger van mij. En die heb ik om te helpen met het aangeven van spullen en met paard vasthouden. Want transformeren naar eenhoorn is niet iets wat je elke dag doet. Dus het is best wel belangrijk dat hij dan een beetje stil staat. Cookie is weer aan het likken, want dat doet Cookie altijd. Dan heb je de volgende dingen nodig. Dit hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Je mag een beetje zelf puzzelen. Je kan zelf kiezen wat je leuk vindt. Maar ik gebruik deze dingetjes. Ik heb gekleurde haar extensions. Kijk hoe leuk. En die heb ik in allemaal kleurtjes. Verder heb je nodig hoefolie. Glitter. Dit is gewoon een pakketje van de Hema. Er zitten grote glitters in en kleine glitters en glitterlijn. Ik ga alleen die kleine glittertjes gebruiken. Ik heb dit. En dit is een, volgens mij heet dit een verfmal. En dat kan je dan zo ergens opplakken. En dan kan je verven. En ik heb dit om sterretjes op zijn kont te maken. Het zijn wel hele kleine sterretjes. Ik weet niet of dit gaat lukken. Ik heb ook deze stickers. Hartjes. Sponsjes. Een manenborstel. Ik heb lintjes. En dan ook weer met blauw en roze en paars. Heel sprookjesachtig. Ik heb kwastjes, verf, roze verf, hoeft geen roze te zijn, mag ook iets anders te zijn. Als je verf gaat gebruiken, let er dan goed op dat het uitwasbare kinderverf is. Dus dat het niet schadelijk is, dat het niet erg is als je het op je huid krijgt en dat je het gewoon kunt afwassen. Een bekertje, babyolie en glansspray. En ik heb nog een gewone borstel en haarelastiekjes. Nogmaals, het hoeft niet exact hetzelfde te zijn. Je mag ook gewoon zelf een beetje wat je leuk vindt uitkiezen. Wat wel heel belangrijk is, is dat je een hoorn hebt. En ik heb deze hoorn voor Cookie. Oh, hij is zo leuk. Het is een soort van knuffelhoorn. Je kan hier gewoon in knijpen. En dit was eigenlijk een haarband voor mensen. Maar die haarband heb ik doormidden geknipt. En die heb ik aan een halster vastgemaakt. Dus dit kan ik gewoon zo op zijn hoofd doen. Dus een hoorn is natuurlijk super belangrijk, want anders is je paard geen eenhoorn. Kun je nou geen hoorn vinden, dan kun je die zelf knutselen van aluminiumfolie of van papier-mâché. Maar ik ga gewoon deze gebruiken, want die is zo leuk en zo schattig. Oké, we gaan beginnen. Ik ga in 7 stappen laten zien hoe je je paard kunt transformeren tot eenhoorn. Want ik heb gehoord dat 7 een heel magisch getal is. Dus ik kies voor 7 stappen. Hoeft natuurlijk niet per se. En we gaan beginnen met de hoeven. En daar gaan we glitterhoeven voor maken. En dit is iets uit de video van Britt. Die heeft al laten zien hoe dat moet. Ik heb gisteren die video nog gekeken. Want ik heb het zelf dus nog nooit gedaan. Je hebt hiervoor nodig een bakje, hoefolie en glitter. En ik heb dus van Britt gehoord dat blauw en rood het allerbeste werkt. Kijk, hier zitten allemaal buisjes glitter in. Ik zit gelijk helemaal onder de glitter, jongens. Ik heb roze, zilver, rood en blauw. Die ga ik dus gebruiken. En ik ga eerst wat glitter in het bakje doen. Oh, oh jee. Oké, dit was alle roze glitter. Oeps. Maakt niet uit, maakt niet uit. Oké. Dan blauwe glitter. Zo. Ik ga ook gewoon alles doen. Kijk. En dan ga ik een beetje schudden, want het moet wel zeg maar door elkaar zitten. Oké. En dan moet er dus hoefolie bij. En ik begreep dus van Britt dat het echt de bedoeling is dat het een soort van papje wordt en niet echte hoefolie. Dus dat het niet al te vloeibaar is. Dus ik ga er gewoon een beetje in doen. Zo. En dan ga ik gewoon de gewone kwast van de hoefolie gebruiken om het op te doen. Kijk hoe vet, jongens. Hoe vet is dit? Dit is toch super cool? Hoe eenhoornachtig is dit? Oké, we gaan het op z'n hoeven doen. Wow. Kijk dit. Oké, je moet het er echt een beetje op stippelen. Ik snap nu wat Britt bedoelt met je hebt maar heel weinig olie nodig. Ik heb zelfs al een beetje veel olie. Het moet echt een soort van papje zijn. Hoe vet is dit? Kijk nou hoe schattig. Oh, wat romantisch. Wat romantisch, Cookie.
Oké, zijn hoeven zijn nu gedaan. Dan is het tijd voor zijn manen. En ik dacht om een soort vlecht te maken met gekleurde lintjes erin. Dus dat ga ik doen. Oké, ik heb een heel lange bos gemaakt van alle kleurtjes. En dan kan ik iedere keer zo een stukje afknippen. Zo, bosje. Ik doe ze dus ongeveer zo lang, maar je mag natuurlijk zelf weten hoe lang. Ik denk dat het wel het mooiste is als je een paard zou hebben met lange manen. Want dan kun je ze zo echt zo er doorheen doen. En Cookie heeft niet zulke hele lange manen. Zo. Ondertussen is Mark op de achtergrond Cookie aan het rustig houden. Want Cookie ziet al deze dingen. En die denkt, wat is hier gaande? En ik heb paardensnoepjes in mijn zak. Dus hij staat een beetje ongeduldig te stampen. Ik neem een bosje. En die ga ik in een soort staartje verwerken. Oh nee, kijk nou. Oh, special effect. Nieuwe roze. Kijk, heeft hij zo zijn prinsessen extensions. Oké, ik denk dat ik zo allemaal staartjes ga maken. Dat ik allemaal van die plukjes erin ga doen. Je kunt ook een hengstenvlecht maken. Maar ik denk dus dat echt niet lukt bij deze. Maar ik doe het gewoon zo. Ik vind het ook wel grappig, zo al die lintjes. Lekker feestelijk. Oké, nou zijn manen zijn klaar. Ik vind het echt wel super schattig. En de derde stap wordt zijn staart. Want daar moeten we natuurlijk ook iets aan doen. Ik ga even met Mark de haarextensions uitpakken. Want die wil ik graag in zijn staart doen. Kijk naar dit Barbie prinsessenhaar. Oh, als je een hele staart zo hebt. Dat zou ook heel vet zijn. Als je hem zou verven. Kijk hoe cool. Hoe vet is dit? Ik ga deze dus in een staart maken. En ik denk dat als je dit gewoon openklipt, dat het dan wel blijft hangen. Even proberen. Ja, kijk, blijft hangen. Alleen, nu hangt dit ding zo. Dus dat vind ik niet zo heel mooi. Dus dan ga ik even een plukje haar optillen. Zo. En dan doe ik het hieronder. En dan doe ik dit hier weer zo overheen. Wow, dit is zo cool. Oké, ik ga de staart denk ik zo laten. Het wordt wel mooier als je er zo een beetje doorheen gaat. Want dan gaan zeg maar die nepharen ook een beetje door de echte haren heen. Dus daar wordt het wel iets mooier van als je zo een beetje door die haren heen gaat. Ik wil ook graag glitter op het lijf gebruiken. En ik ga daar wat zilveren glitter voor gebruiken. Want ik vind dat zilveren glitter ook echt super eenhoornachtig is. En Cookie is natuurlijk wit. Dus als ik zilveren glitter gebruik, dan hoop ik dat het lijkt alsof die gewoon van zichzelf zo glittert. En dat je niet zoveel kleurtjes ziet. OMG, kijk dit. Ik hoop dat je het goed kunt zien op camera. Wat vet. Oké, ik ga ook een klein beetje zo op zijn rug doen. Zo, dan strooien. Je kunt hier eventueel ook haarlak voor gebruiken, dat het zeg maar nog langer blijft zitten. Maar ik heb gisteren al een beetje geoefend hiermee en Cookie vindt haarlak eng, omdat dat natuurlijk een spuitfles is die best wel veel herrie maakt. Oké, het blijft zo dus ook echt wel goed zitten. Het zit nu zeg maar op mijn vingers en daar zit ook glansspray op en dan kan ik zo doen. En dan blijft het gewoon plakken. Goed, ik heb dus roze verf. Dit is gewoon van de HEMA. Let erop jongens, uitwasbaar en veilig voor de huid. Anders kun je het niet op je paard gebruiken. Je kunt ook verf voor mensen gebruiken. Je hebt van die sprays die je één keer kunt sprayen en dan weer kunt uitwassen. Maar dat zijn van die houders die best wel veel herrie maken. Net als van het haarlak. Dus soms vinden ze dat eng. Dus ik heb gewoon een potje. En ik heb dit. En dit is zo'n soort verfmalletje met sterretjes. En ik heb dit besteld. Ik dacht dat dit grotere sterretjes waren. Maar dit is echt serieus, maar heel klein. Dus ik weet niet of je dit gaat zien. Dus ik ga het proberen. Ik heb ook nog dit. Dat heeft mijn moeder meegenomen. En dit zijn stickers. Die ook zeg maar zo glitteren. Maar ik weet dus niet of dit blijft plakken. Want je kunt dit eraf trekken zeg maar. En dan is het gewoon een sticker. Dus als het helemaal niks wordt, dan gebruik ik dit. Oké, kijken of dit zo lukt. Oké, nee, dit lukt zo dus niet. Duidelijk. Lukt duidelijk niet. Oh nee. Cookie gaat bewegen. Oh nee. Wat? Wat is dit? Hè? Oké,
Oké, misschien dat dit een beter idee is. Oké, haal het eens weg. Wat? Nou, dit lijkt echt nergens naar. Wat stom. Nou, dit vind ik echt stom. Dit vind ik echt stom dat het niet lukt. Ik ga proberen of ik het kan redden door er een sticker op te plakken. Als dit ook niet plakt, dan verf ik gewoon een hartje. Oké, blijft enigszins zitten. Er zit nu wel verf aan mijn handen, maar... Oké, ook leuk. Zal ik er gewoon 3 op doen? Ik heb nog paarse en zilveren. Ik denk dat ik gewoon 3 op doe. Kijk, dat is er zo. Ja, dat is leuk. Wow, thanks mam. Goed idee. Kijk nou. En weet je, er zitten er gewoon nog 3 in. Zal ik die andere bil ook maar doen? Ik ga die andere bil ook gewoon doen. Wauw. Oh, wat leuk. Wat romantisch. Kijk nou hoe romantisch. En dan moet nog de finishing touch erop. En dat is de hoorn. En die hangt hier. En ik heb dus een beetje geoefend met de hoorn. Want het is natuurlijk best wel een uitstekend ding wat dan op zijn voorhoofd zit. En ik was bang dat hij dat eng zou vinden. En ik heb er al een beetje mee geoefend. En uiteindelijk leek het me het beste om hem vast te maken op een halster. Dus ik ga nu even zijn halstertje omwisselen. Zo, halstertje ook. Oh, halstertje vastbinden. Hou op, met zo. Hupsakee. En dan moet je dus een beetje die voorpluk zo mooi hier overheen leggen. Want die hoorn die moet er natuurlijk wel een beetje duidelijk uitkomen. Want het is natuurlijk een eenhoorn. Ik denk dat Cookie de eenhoorn af is. Ik wil hem wel buiten in de zon aan jullie laten zien. Want dan zie je mooi de glitters glinsteren. Gaan we hier weer naar buiten? Kom, gaan we hier weer naar buiten. Daar komt hij, jongens. Daar komt hij in de zon. Oh, 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 kijk nou. Wacht, dan kun je ook zijn maantjes zien als ze zo gaan. Kijk zijn maantjes. Oh, en ze horen. Oh, 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 zo leuk. Hoe leuk is dit, jongens? Kijk hoe leuk. Oh, zie je hem glitteren. Oh, mijn jongen. Oh, maar eenhoorn. Oh, zo braaf, hè? Jongens, dit is toch hartstikke vet om dit te doen. Dit is toch superleuk. Hoe vinden jullie dat Cookie als eenhoorn moet heten? Wil dan ook Cookie doen of moet hij een... Ik vind wel dat hij een romantische eenhoornnaam moet krijgen dan als hij eenhoorn is. Als je dit nou ook gedaan hebt met je paard, laat dan je foto's achter op social media. Want ik vind het echt super cool om te zien hoe jullie eenhoorn eruit ziet. Vergeet niet om je te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei! Doei! Waarom moet je altijd zo likken? Hij zit altijd te likken.